kijkers van Gewoon Gerlof. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hier samen met Alexander. Yo. Yo. Hij is de co-leader van Upgrade. Jongens, draait nu eventjes nieuw om Upgrade, maar wil je mijn faction joinen? Check de link in de beschrijving. De Upgrade Discord staat erin. Dus join die Discord als je in mijn faction wil. Maar wij zijn momenteel op de bouwserver, want er is nogal wat veranderd. Want de vorige end was echt huge. En deze is totaal anders. We gaan even alles laten zien. Nou, de entrance. Je hebt er drie. Hier heb je er één. En daar heb je er één. En daar heb je er één. Hier kan je dus inspawnen. Je spawnt altijd met je faction in één entrance. Dus het is eigenlijk nooit verspreid. Je spawnt altijd in dezelfde. De exit heb je vervolgens een pad. Alle entrances. Volgt er een pad naar exit en die is hier. Dit is de exit. Het water gaat verder uit. Voor de nieuwe spelers. We gaan gewoon even overal doorheen vliegen zodat jullie ook een vormgeving hebben, beeld. Hoe de enter eigenlijk echt uitziet. Want screenshots zegt vaak niet echt iets. Dus we gaan alles laten zien. Dus drop even een duimpje omhoog dat ik de moeite voor jullie neem om dit allemaal te laten zien. Dus dit is gewoon super tof om uiteindelijk heel fights meteen te kunnen doen, zodat je ook weet wat je kan verwachten. Je kan uiteindelijk hierin. Het is goed om te weten, je kan hier alleen uit met Pearl. Maar wat je dus een heel plateau. Maar nu moet je gewoon een Pearl gooien en dan kan je eruit lopen. Het gangenstelsel even laten zien. Dit is dus het gangenstelsel. Hier is dus een vette brug. Heel nice. Dus het gangenstelsel hier naartoe. Dat is dus het binnenste gedeelte. Nou, dit is het buitenste gedeelte. Hier heb je ook allemaal spawners. Maar dit is dus de edge waar je van afgegeten kan worden. Dan heb je dus endermans. Heb je skeletons. Dit is goed om te weten, want als je hier naartoe pearlt, pearl niet. Yo, kom eraan, pearl. Want hier is het void. Dus je kan je pearl op hier gooien en dan val je naar beneden. Ik zie mezelf dat echt doen. Ik zie mezelf echt doen. Yo, Alexander, kom eraan. Hop, kom daar. En ik pleur erin. Nou, je hebt hier dus ook een beetje void. Dus pas op als je hier loopt. Wat komt hier? Small Spider Farm Spot. Ja, het is nog niet helemaal af. Jenny moet nog even doorbouwen. Hier heb je dus Invis Spot. Totaal nieuwe end, jongens. Dus ik denk dat deze ook voor de volgende map, die vervolgt de map na de map. Dus dat deze end wel gewoon blijft. Dus het is goed dat je even goed went aan deze end. Hier heb je weer Bones. Best wel groot. Oh, als je hierin zit en wij komen hier als upgrade. Faction upgrade, dat is mijn faction. Met twee bards. Dan zijn ze gewoon dood. Goeie tactieken. Wij blijven ook na de opnames nog even goed de end inspecten. Dus dat is goed om te weten. Nou, dan zijn we vervolgens hier weer bij Magma. Dat is ook leuk. Er zijn hartstikke veel spots. Dan komt er hier een parcours. En dat parcours gaat helemaal omhoog. En dan kan je hier naar boven. Dus stel je hebt echt geen pearls. Want als je geen pearls hebt, kan je eigenlijk niet kiten. Heb je nog de kans om het parcours te doen. En dat gaat helemaal omhoog. En dan ben je wel geescaped. Maar het is wel heel risicovol om dat te doen. Nou, Alexander, wat vind jij van het design? Ik vind het... ik ben benieuwd wat het gaat brengen, man. Deze map. Ik ook. Ik ben benieuwd. Ja, het is vooral... De end is wel kleiner geworden. Dat is goed om te weten. Meer PvP dus. Soms moest je echt zoeken voor mensen. En nu is alles dichter bij elkaar. Ze zijn, ik ga de endcode nog niet laten zien. Dat is echt een verrassing voor jullie. Want de end die komt. Even kijken. Dat is die kant op. Als het goed is, staat hier dan. Dus een rood iets. Oh, dat is hier. Hier wordt dan een ander eiland verbonden met het huidige eiland. En die kant is dus de endcode met een brug. Maar die wordt nog wat aangepast. Dus vandaar dat ik die nog niet laat zien. Alexander kan hem zo wel even kijken, maar dan, hij is nog lang niet af, dus hij wordt wat aangepast. Dus houd er rekening mee dat dat gewoon in de map ook is. Daar een ander eiland, kan je ook naartoe kiten. Hierboven heb je nog bone spots. Magma hierboven en de pearls. Deze spot raad ik jullie aan om de wacht te houden voor de faction. Je hebt eigenlijk uitzicht op zowat alle spawn spots, behalve die daarachter. Dus je kan die in de gaten houden en die wat verderop. Je kan heel de pit spotten en alles daaromheen. Dus dit is wel een fijne spot. Nou, hierboven heb je ook nog allemaal farming spots.
ook vlakbij Exit heb je Magma. We gaan ook nog eventjes de Pearl kant laten zien. Nou jongens, dus Alexander gaat dus nu achter me aanrennen. Hij gaat mij doodmaken. Ik kite nu van hem. En ik ga vervolgens naar de Exit. Een beetje Edge. Exit hoeft nog niet. En ik doe deze kant op. En het zal jullie opvallen, maar voor de mensen die nog niet echt verstand hebben van burlen, kan dat niet afslaan. Je kan hier zie je dat je hier makkelijk daarop kunt burlen. Nou ja, makkelijk. Ben jij ook te burlen? Joep. Maar is het wel gelukt? Alexander, shit. Oh, wat niet. Hé, ik tap uit. Hé, hey, is het Alexander? Ik tap uit. Ik heb de Pearl wel gehaald. Dus dat, ja. Dat is even een dingetje. Hey, blijf even normaal staan. Okay. Dan gaan we even naar een ander spot. Ook bij mij. We zitten nu weer in dezelfde faction. Nice. Wat je ook kunt doen, is op die boom jump boosten en dan kan je er ook op burlen. Maar deze Pearl is eigenlijk... Oh. Raak ik die Pearl? Nee. Nee, hoezo raak ik die Pearl niet, jongen? Hij kan hier wel heel makkelijk... Ja, probeer juist te pearlen. Ja, kijk, dit is dan weer zo'n spot. Dat is weer zo'n hoekpunt en dan kan je er mooi op pearlen. Maar dat zijn de makkelijke Pearls. Ik wil de moeilijke Pearls ook nog even laten zien, dus kom naar beneden. Dit is gewoon... Dit zijn echte kite Pearls. Als je hier op loopt, dan moet je die Pearl eigenlijk halen, want anders ben je... Best wel hard dood. Ik denk dat het wel mogelijk is hoor. Als je daar op... Ja, dan moet je er meer van afjumpen. Nou, dit zijn ook weer een hele makkelijke pearls. Je pearlt er gewoon op. Best wel easy. Kijk, ja, jump. Hey. Fall damage is op de bouwserver wel hoog. Even kijken. We gaan nog wel even naar zo'n spot doen. Ja, hier kan je dus ook pearlen. Dus je ziet overal van dat soort plekken. Dan moet je eigenlijk... Ja, er zijn best wel veel. Deze is ietsje moeilijker. Ja, ik haal hem. Jij moet echt oefenen, jongen. Jij moet na de opname nog even oefenen. Want dit is... Dit is helemaal niet. Dat is de exit, toch? Ja. Maak eens zo'n jump en kijk of je die pearl nog kan halen. Dat is wel goat. Ja. Okay. Ga jij maar eerst. Nee, jij eerst. Ik heb Peter als niet gelukt. Ja, je hebt hem. Echt? Oh. Ja, wow, oh, joh. Kan. Dit kan ik dan weer wel, hè? Ik... Oh. Ja, jij hebt hem. Net. Ja, ik beuk. Best wel te doen, zeg. Dat is een God Pearl, man. En dan kan je meteen hier lopen. En dan ben je in de exit. Dus dat hebben we ook meteen ontdekt, boys. Dat is echt de God Pearl. Zullen we die nog kunnen doen? Sure. Dat is wel echt zo'n hoekje. Oh, als hier iemand staat, joh. Dat is ook voor mijn faction goed onthouden als je daar staat. Je kan ze meteen aftikken. Andere mensen doen dat niet bij mij, alsjeblieft, als ik live ben. Okay, Alexander, let's go. Oh, nee. Oh, buk. Ah. Zit een hoekje. Oké. Je kan nog een keer pearlen. Dat is geen Pearl City. Ja. Dus op zich, hij is te doen. Ja, het is makkelijk. Ja, het is best wel makkelijk te doen. Het is wel makkelijk te doen, inderdaad. Alleen, het is wel fucked up als hier in één keer iemand komt en die raamt je eraf. Zeg maar. Ja, of die zit te bouwen en dan op. Dus dat is een God Pearl meteen naar exit. Zullen we eens kijken of het ook via deze kant mogelijk is. Shit. Wow. Even kijken. Deze is moeilijk hoor. Als je hier wil, moet je hier zo op rennen. En dan heb je hem ook. Dat is wel sketchy. Als je een voorsprong hebt, raad ik het je wel aan, boys. Als mensen je chasen, dan kan je daar wel makkelijk op jumpen en dan lukt het wel. Maar als je echt, als ze dicht in de buurt zijn, dan zou ik... Wacht, chase jij mij eens? Kijken of het lukt? Ja, we beginnen vanaf die boom. Ja. Okay. Go. Go. Achter, go. Okay. Nou, lukt ook makkelijk. Ja. Of zeg maar, bijna niet op, ja. Ja, en dan ben je al eigenlijk al
bijna zo goed als gekaart. En dan kan je, stel er zitten mensen, dan kan je hier nog even rustig je gappels eten, wacht op hulp. En dan kan je tegenstanders wegslaan en dan... Alright mensen, dit is dus de end van Frusky Games momenteel. Ik hoop dat jullie een goed beeld hebben gekregen over de end. Bedankt ook voor het deelnemen aan de Rank Upgrade Giveaway. Ik heb al super veel nieuwe abonnees erbij. Dus ben je nog niet geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. Op naar de 5000 abonnees. En je kan nog meedoen aan de Rank Upgrade die ik weggeef. Dus wil je die rank winnen? Check mijn vorige video, die komt nu in beeld. In deze video ga ik een Rank Upgrade weggeven. Alweer. Enige wat je moet doen is eventjes je IGN commenten. En de current rank die je momenteel hebt, de huidige rank die je momenteel hebt. Ik ga een free rank. En typ waarom je graag die rank wil winnen. En dan kies ik iemand uit in mijn livestream. Kijk die gewoon eventjes. En je kan dus, stel je hebt dus een custom rank. Dan kan je naar custom plus, et cetera. Dus dan, je gaat gewoon één rank omhoog. Dus het kan je super veel geld schelen. Dus doe gewoon lekker mee. En wie weet win je de giveaway. Join ook mijn community Discord, staat ook weer in de beschrijving. Ik meld er alles rondom Frusky en mijn community en wat ik allemaal doe en zo. Dus join die ook en like deze video. Laten we gaan voor gewoon steady likes. Dus ik ga niet een like goal zeggen, maar drop gewoon een like. En tot de volgende video. Het zal hoogstwaarschijnlijk de SOTW stream zijn. Maar wie weet komt er nog een video voor. En wij gaan nog even pearls oefenen. Later. Yeah.